Goedendag, welkom bij aflevering nummer 9 van de Nacho Dream Journal. Vandaag hebben we weer aardig wat nieuws voor u. Dean Gorey nang Michael Babb Miti. En het is een heel mooie ontmoeting geworden tussen de twee coaches die Suriname binnen 24 uur tijd op de map gaan zetten. Straks meer daarover. We hebben ook gesproken met twee van onze Nacho spelers, Utakanga Sergio Deira en ook toe Mienti Abena. Woyeresa de Boydis Abif Taki en ook toe Wafalek Trangaboskopu Fu Enver Panka. Tide in de Nacho Dream Journal aflevering nummer 9, powered by Telesuur. Dean Gorey, bondscoach van onze Nacho. Among Koiri Gomit Michael Babb, Saptak Michael, dat na atrena fu Biggie Boy. En de tu trena dis mitanga de serefi en de takwan tusani. Ik ga een bezoekje plegen aan een hele goede vriend van mij. Jaren geleden in Nederland, vooral in mijn tijd toen ik bij Ajax speelde in Amsterdam, was hij een goede vriend. We zijn nu bij zijn hotel aangekomen, dus ik parkeer de car en kijk of we kunnen verrassen. Goedemiddag meneer. Hier voor deze, aangenaam. Cedric Nederland. Welkom in Amsterdam. Hey! Mike! Dat is een verrassing, man. Ja, ik denk, je moet je even komen zoeken, want hier is goede dingen. Oh, jij zeker ook. Goed, dan alleen samen doen we goede dingen. Nee, dat is waar. Top! Hey, heb je vertrekt? Sowieso voor jou altijd. Hey Mike, we hebben zoveel leuke dingen in Nederland meegemaakt, hè? Heel wat mogen ze weten. Nee, laten we het maar niet over hebben. Nee. We zijn nu in een hele serieuze situatie beland in Suriname. Kijk, ik ben nu 3 jaar in Suriname, bijna 3 jaar. Heel veel meegemaakt in de 3 jaar. Hoe lang ben jij er? Ik roleer al zeker meer als 13, 14 jaar hier rond. Ik heb eerst 5 jaar hier gezeten. Daar heb ik eigenlijk heel wat talenten ontdekt, waaronder Jacinho. En toen ben ik gaan concurreren vanuit Nederland weer. Vandaar was de markt beter en groter voor hem. En vanuit daar ben ik weer over en weer geweest. Steeds Suriname, dan iedere daar weer. En uiteindelijk beland in Amerika. Kijk, ik ben altijd benieuwd hoe andere trainers, coaches van andere sporten met hun spelers bezig zijn. Met hun, eigenlijk met geen spelers, maar ja, vechters in jouw geval, hè. Kijk, ik ben natuurlijk in het voetballen opgegroeid. Alles behaald wat ik maar kan behalen. En nu wil ik van jou weten, hoe heb jij, voor mij is het geen Jacinho, voor mij is het Biggie Boy. Ja. Ja? Hoe heb jij Biggie Boy ontdekt? Nou, hoe heb jij gezien dat hij de man was? Ja, ik denk dat wij hetzelfde talent hebben. Is het oog. Ja. Oog van de sport. En net zoveel passie wat jij hebt met voetballen, heb ik met passie met het vechtsport. Ik kom eigenlijk op. Ik heb ook een achtergrond voetballen een beetje gehad, maar de discipline daarvan is allebei eventueel hetzelfde. Ik ben natuurlijk ook in een hele groep begonnen, want ik startte. Ik kwam een dag in Rens via een andere trainer die daar bezig was. Ja. En die zei tegen mij van, zou jij mij niet willen helpen?
Ik zeg, ja, ik vind het altijd leuk om en, ja, te kijken. Ik zeg maar, ja, ik zal even kijken wanneer ik tijd heb, dan loop ik wel even langs. Nou ja, ik denk dat jij nog in een beter georganiseerde kamp bent. Nee, dat denk je. Ja, maar tevens, jij wist al, zijn voetballers. Ja, maar toch, oké. Okay. Wij waren er nog. Oké, okay. Oh, dat was Nick. En wat onderscheidde hem van al die andere jongens? Zijn brutaliteit en okay. Zijn aandacht wat hij trok. En ik ben zelf ook heel brutaal. Ik herken dat meteen. Ja, ja. Maar ja. Het negeren, ja. Het maakt het eigenlijk nog sterker. Want als je zo'n persoon negeert, ja. Dan wil hij zich alleen maar nog meer bewijzen. Ja, ja. En in het versport heb je dat gewoon nodig. Die brutaliteit, eigenwijzigheid. En, ja. En die heb ik dus, die zag ik, maar gaf hem die aandacht niet wat hij wou hebben op dat moment. Gewoon bezig met allerlei andere dingen. Ja. En het is een mannetje. Hey, maar nu heb jij, jij kent me natuurlijk als vriend, hè, mm-hmm. Vanuit Nederland, maar je hebt me nooit zien vechten. Nee, maar ik moet je wel eerlijk zeggen, heel veel vechters hebben gevoetbald. Echt waar? Ja, en die agressie en die, zeg maar, die passie en het beuk op het veld en dat mannetje, dat haantje, dat hebben ze wel. Ik kan altijd wel even checken als jij talent hebt. Nou, dat weet ik naar u. Kun je checken of ik talent heb? Ja, absoluut. Heb je handschoenen bij je? Ik heb altijd mijn spullen bij me. Oké, okay, laten we kijken hoor. Als ik op vakantie ben, nog mijn spullen bij. Oké, okay, laten we die spullen halen. Dan gaan we gelijk het veld op. Tenminste, het veld, ik zeg het veld op, maar het is in de ring stappen. We gaan naar, we gaan naar de sportschool. Sportschool. Oké. Dat heeft u gezien. Ik wil bijna zeggen een historische ontmoeting tussen deze twee trainers. Nacho opleidt op 4 juni tegen Bermuda en Biggie of Fitty op 5 juni in de UFC-ring. Dus op twee fronten zal Suriname op de map geplaatst worden. En de volgende week gaan we dus zien wat Dean kan in de gym. Want de Amao boksen Michael Bab en de Wiki Saikong dat Michael opleidbal en Oluku en Michael zal opleidbal en werkelijk. Wij gaan dan naar het volgende item. Wij hebben gesproken met twee van onze Nacho-spelers. Utakanga de Boy, Sergio Deira. Utakanga bezoek gaan naar het trainingsveld. Maar hij is bezig naar Dean. En Utak ook toen naar Mienti Abena. Het gevoel wat door mij heen ging was sowieso al een stukje overwinning. Want we hebben het overwonnen, want dit was heel lang niet mogelijk. En heel veel obstakels hebben we toch weten te overbruggen. En samen hebben wij het toch mogelijk gemaakt dat wij daar konden staan. Dus heel veel blijdschap, sowieso. Ik heb het meest contact met Ryan Donk. Dimitri Apai, Wags. Ja, we praten over de doorgaanse dingen van het leven, over voetbal. Zo houden we elkaar bezig en volgen we elkaar een beetje wat we aan het doen zijn. Het ontvangst bij de club en over het behandeld. Ja, heel veel spelers vroegen zich af waarom het nu pas eigenlijk kon dat Surinaamse spelers van buitenaf mee konden doen. Ik heb dat allemaal uitgelegd en dus vonden het een heel mooi verhaal. En dan hoor je ook mijn spelers zeggen, oh, Zeedorf is ook Surinamer, ook een kluis. Dan zeg ik, ja, tuurlijk, dat zijn zij ook. En dat was het, maar verder word je niet anders behandeld. Gelukkig ook niet, dat zou ik ook niet willen. Ik wil gewoon behandeld worden zoals altijd. Er moet niet per se een plaatje aangeplakt worden van, hey, dit heeft hij gedaan, dus zo moet hij behandeld worden. Nee, gelukkig niet. Ik werd gewoon hetzelfde behandeld. Welke wedstrijd heb ik al met de Nacho gespeeld in mijn hoofd? En kijk ik er echt naar tegenuit. Dat zijn alle wedstrijden tegen Bermuda. Sowieso, dat is de eerste, dat is de belangrijkste. En daarna hebben we Canada. Allebei heb ik al in mijn hoofd gespeeld. En allebei zie ik positieve resultaten.
Bermuda moeten we gewoon thuis voor ons publiek, hopelijk met wat publiek als corona maatregelen toelaten, moeten we daar gewoon staan en gewoon laten zien dat wij de baas zijn. En vervolgens Canada, ja, heb ik ook al heel vaak over nagedacht, weet je. Ik denk dat het Surinaamse volk het meest uitkijkt naar, naar die wedstrijd. Snap ik ook sowieso. Ik denk dat we daar moeten gaan met volle vertrouwen. Dat wij iets kunnen neerzetten wat nog nooit is vertoond. En ik heb daar alle vertrouwen in. Dus ik heb daar heel veel geloof in dat mogelijk is. Ja, tot slot, hoe schat jij onze kansen in tegen Bermuda, Suriname op 4 juni? Heel groot, wat ik net al zei. Omdat ons team heel veel kwaliteit heeft. Wat de mensen wellicht niet weten is dat wij binnen zo'n korte tijd een teamgeest verbroedering hebben opgebouwd. Wat eigenlijk niet mogelijk zou moeten zijn, maar wij hebben het toch wel gedaan. Dus ik heb heel veel vertrouwen in onze nacho, ik heb heel veel vertrouwen in onze spelers. Dus daarom in onze staf, uiteraard ook. Dus daarom heb ik alle vertrouwen in dat wij een resultaat kunnen neerzetten die in ons voordeel zal zijn. Dus ik heb daar geen twijfels over. Zeker niet. En dat heeft u gehoord. We hebben verder ook nog een takkie gehad met Enver. Saptak Enver nam af de biggie artiest Sao Abja. En te Enver. Dit was het voor aflevering 9 van de Nacho Dream Journal. En ik verwijs u naar de volgende week bij Washi ook toe. Sadien Dunanga Michael Bab. Dus check het volgende week aflevering 10. Te Oude Bakana in uw huiskamer. Ik groet en dit was het voor wat betreft aflevering 9 van de Nacho Dream Journal. Powered by Telesuur. Bye bye. Ja. Oké. Okay. Maar we zijn hier voor iets anders. Ik wil dat jij kijkt of ik talent heb. Ja. Hey! Kijk. Ja. No. Ja. Kijk, hij handen omhoog, hè? Handen omhoog. Die linker zitten. Ik heb gehoord, ja, Biggie is die linker, hè? Ja, hij kan allebei. Want hij kan allebei. Elke woensdag om 17:45 in de avond check jij de Nacho Dream Journal op kanaal 12.2. 12.2.